Vanuit Stadscafé Hexagon in deze uitzending Mike Pieterson van JMT Gents over een nieuwe soap. Bob Gewoon Anders en Rowan, wie dat zijn, dat zien we zo meteen. En Teus Verduin over Woodstock aan de Waal. Mijn naam is Henry Timisela. Welkom bij Stellari. Een nieuw festival aan de Waal. Het werd tijd. Het werd tijd. Ja, ik heb al een keer eerder hier gezeten. Ja, Thijs, vertel. Ja, dat was toen Ella nog de presentatrice was. Ja. Want toen hadden we toestemming gekregen als conceptvorm om Woodstock aan de Waal te gaan organiseren. En dus nu definitief de toestemming. Ja, er zijn geen bezwaren binnengekomen. Dus we kunnen van wal. En wanneer gaat het nou precies plaatsvinden? Het vindt plaats op het laatste weekend van juni. 4, 5, 26 juni, vrijdag, zaterdag, zondag. En vanaf 12 uur is het evenemententerrein open. En dan gaan allerlei activiteiten plaatsvinden. Als rode draad door alles heen, muziek uit de 60 en 70 jaren. We hebben inmiddels een aanbieding van wel 28 bands al. Kunnen we niet allemaal plaatsen. Ja, want hoe ga je dat programmeren, joh? Ja, dat is nog even lastig. Maar ja, wat niet kan, dat schuift door naar volgend jaar, hoop ik. Ja, en, want als het animo al zo groot is, dan staat er eigenlijk al een tweede op stapel. Ja, dat is wel heel duidelijk. Ja. Ja. Want als eerste locatie de tuin van de Sint Maartenskerk, dat is toch op aanbeveling van de gemeente niet doorgegaan. En we zijn gedirigeerd eigenlijk naar het paardenwater. Mm-hmm. Dus de kuil aan de Waalkade. En nou, dat gaat allemaal gebeuren. Dat is toch geen verkeerde locatie, mag ik toch nee, zeggen? Nee, op zich een hele fantastische locatie. Ja, denk ik ook. Het enige wat daar niet kan is een camping, want die had ik er heel graag bij willen hebben. We hebben daar geen stromend water. Mm-mm. En elektravoorziening is ook wat lastig daar. Maar ja, voor de rest moet het allemaal wel daar gaan gebeuren. Ja. Ja. Nou, toch nog een kleine terugblik. Want voor de mensen die misschien er niet van op de hoogte waren. Waarom is dit initiatief ontstaan? Nou, wij komen zelf uit het Gorkumse. We zijn nou 2 jaar geleden hier in dit Bruine Café begonnen. En we voelen ons helemaal op onze plek. In Gorinchem bestaat het hippiefestival al 5 jaar. Is al 5 jaar geweest. Okay. Zelf ook bij betrokken? Daar ben ik niet bij betrokken geweest, maar ja, ik ken daar bijna iedereen wel. Ja. En ik had het idee om het in Tiel ook maar eens een keer op te gaan starten. En zie hier, in juni gaan we het, we het gewoon meemaken. In juni gaat het gebeuren. Ten opzichte van het Gorinchemse is het wel wat breder van opzet. Daar ook wel een kleine bazaar, een braderie. Maar wij willen er ook wat kunstenaars bij betrekken. We zijn in contact met de kunstenaarsvereniging De Werkplek hier in Tiel. Ja. En ook andere podiumartiesten die willen wij ook heel graag erbij hebben. Dus het wordt toch wel een klein beetje een link naar de kunstenaarsuitingen die er allemaal zijn. Dichters hebben we. We zoeken nog wat verhalenvertellers. Het is een groot muzikaal cultureel festival als ode eigenlijk aan de 60's. Ja, dat kan je wel zeggen. Ja, jij komt zelf uit die tijd, dus het blijft een beetje hangen. Ja, toen was je haar waarschijnlijk wat langer misschien. Ja, kort geleden was het zelfs al hangen. Dus er is geen. Is er ook een dresscode? Hoe moet ik het zien? Moeten mensen kleren uit de 60's dragen? Is alles het zou wel leuk zijn natuurlijk. En er lopen altijd wel van die vreemde vogels, zoals dat in die tijd heet, komen dus best op af. En we hebben wat aanbiedingen voor mensen die met hele oude VW-busjes komen. Andere oude auto's uit de 50, 60 jaren wellicht die daar parkeren op het terrein. En, ja, we gaan wel een beetje naar die tijd terug. Nou, dat wordt een uniek evenement en gaan we er zeker van genieten. Ja, we gaan het helemaal netjes maken. We hebben een hele mooie club mensen om ons heen en die helpen ons allemaal. Het wordt een fantastisch feest. Dat geloof ik vast. Mocht er nog wat nieuws zijn, dan zien we je vast wel weer hier aan tafel. Ja, als ik wat te melden heb, heel graag. Zeker weten. Succes met alle voorbereidingen en tot snel maar weer. Overal worden wel ergens nieuwe muziektalenten ontdekt en overal worden wel ergens nieuwe samenwerkingen gevonden. En ook hier aan tafel hebben we er eentje gevonden, namelijk de samenwerking tussen Bob Gewoon Anders en Rowan. Rowan daar en Bob Gewoon Anders aan deze kant. Ja. Van harte welkom. Ja, welkom. Ja, want jullie hebben nu iets nieuws, namelijk jullie hebben elkaar ontmoet. Ja, we hebben elkaar 6 maanden geleden ontmoet, gewoon in de muziekwereld. Rowan kwam eigenlijk van de pop- en rockkant af, Engelstalig zang. Ja. En ik kwam meer uit het rapwereldje. En ik hoorde haar stem en die wilde ik per se op een nummer hebben. Dus toen heb ik contact met Rowan gezocht, hebben we afgesproken in de studio. In welke studio? Hier in Tiel? Bij mij thuis. Okay. Ja. En dat klikt eigenlijk zo goed. En vanaf het eerste nummer dachten wij van ja, dit is het. En dat was eigenlijk net het stukje wat ik miste en wat zij erbij bracht.
En daar hebben we gelijk onze videoclip van geschoten. Dat is gelijk geschoten? Dat regelde jij zomaar even? Ja, ik had al heel lang een plan liggen om ooit een keer een videoclip te schieten. Mm-hmm. En ik was het eerste? Ja, het was mijn eerste videoclip. En ik was eigenlijk nooit op het punt van nu ben ik er klaar voor. En ja, dat nummer, ik dacht ja, een videoclip van komen, klaar. Mm-hmm. Dus, niet lang over nadenken? Nee, omdat ja, als het goed is, is het goed. En ik miste altijd wat en dat was het kleine stukje dat ik nodig had. En dat heeft Rowan gebracht. En mag ik dan vragen, heb je een stukje geschreven? Heb jij een stuk geschreven en mocht jij dat zingen? Hoe moet ik dat dan zien? Ja, ja, het was een nummer van Bob eigenlijk. Mm-hmm. En het was ook niet de bedoeling dat ik mee zou doen. En toen uiteindelijk wel, toen heb ik het eigenlijk een beetje aangepast aan mezelf samen met Bob. En wat voor stijl is het? Moet ik dan denken aan een heel erg een beetje een R&B stem op een beat, op een rap beat? Nou, eigenlijk, je kan het niet met een echte stijl vergelijken. Het is geen rap alleen, het is geen R&B, maar het is ook weer geen Nederlandstalig. Dus het is eigenlijk een vorm van alle drie bij elkaar. Ja. En dat is ook een beetje wat wij nu proberen uit te dragen. Van, het is niet meer alleen rap of het is niet meer alleen zang of een combinatie. Het is één geworden. Ja. En dat is het leuke ervan, omdat het nu ook natuurlijk voor een veel grotere doelgroep is. Want ja, je hebt in het rapwereldje heb je van 12 tot 18 jaar. En dit is voor een veel groter publiek. En hoe merk je dat het voor een groter publiek is? Aan de reacties. Zelf thuis ook. Thuis liet ik altijd wel wat horen. En dan zei mijn moeder, ja, dat is leuk, leuk. En nu was zelfs mijn vader, die zegt van, ah, het klinkt leuk. En de rest van de familie. En als je dat al merkt, dan denk je van, oké, nou. En dan krijg je op huis, ik heb nu rond 4000 mensen op huis en er zitten ook oudere mensen tussen. En die reageren er dan ook in één keer op. Dus toen dachten we van ja, het slaat aan. Dus jullie track wordt al behoorlijk vaak bekeken op YouTube. Hoeveel hits heb je nou al op YouTube? We zitten nu bijna met 13.000 in ongeveer 2-3 weken tijd. Dat is wel heel erg veel inderdaad. Dat ging heel hard. Dus dan blijkt toch die combinatie goed te werken. Maar kan je niet een klein stukje laten horen? Ja, we hebben de clip wel mee. Ja, we hebben hem mee. Oké, maar gewoon hier aan tafel een stukje a cappella. Oké. Dat zou toch hartstikke leuk zijn. Ja, kon ik je maar zeggen dat ik van je hield. Kon ik je maar zeggen dat de liefde me gevangen hield. Kon ik je maar zeggen dat het anders was. Dat je dacht en we leven konden met de liefde die nu in mijn handen brak. Zeggen dat ik van je hield, kon ik je maar zeggen dat de liefde me gevangen hield. Kon ik je maar zeggen dat het anders was, dat je dacht en we leven konden met de liefde die nu in mijn handen brak. En dat ik in de loop van de tijd niet veranderd was. En je zeggen dat ik elke dag verlangen zat naar je stem en je lichaam en naar je ogen. En het denken aan de toekomst en daar samen over dromen. Het liggen in bed en de wereld vergeten zoals we vaker deden. Omdat we elkaar er wel doorheen sleepten. Omdat we samen meer dan twee waren. Maar het gevoel dat ik alleen sta, dat maakt me zoveel breekbaarder. Van nieuwe liefde tot aan als jij er maar bent. En liefde voor jou vliegt met me allemaal voor jou bestemd. Teksten die ik schreef met een glimlach en valt de stilte en de traan op het eind toen er niks was. Jullie hebben nu een nummer opgenomen. Ruikt het naar meer? Smaakt het naar meer? Wat wil je nou gaan doen voor de komende periode? We zijn inmiddels al na de clip al heel wat nummers verder al. We zijn ja? gelijk doorgegaan. Ja. Je hebt de smaak te pakken. Ja. Ja. Dus we hebben al een paar nummers uitgebracht. En we proberen nu ook overal en nergens op te treden en overal te komen. Lukt dat dan aardig? Ja, ik moet zeggen, we zijn de afgelopen 2-3 weken, denk ik dat wij, 7 keer, 8 keer hebben opgetreden. En we proberen gewoon alles aan te grijpen. En vooral ook in cafés en Nederlandse dingen, want dat is nu de doelgroep die nog niks met rap heeft. Mm-hmm. En dat is leuk om die mensen kennis te laten maken met... Nou, ik hoor je het nou toch vaak over rap, maar nou, als ik Rowan hoor, dan gaat het ook meer om zang, ook wat ja, meegaat. Hoe... Ja, de combinatie, dat ja, is het echt. Wat ons dan onderscheidt van de andere rappers of zangeressen. Mm-hmm. Ja. En daar moet Nederland een beetje kennis mee maken. Oké, nou volgens mij gaat het wel lukken, want op de Hives, als ik daar al gewoon 4000 mensen zie, ja, de Hives van Bob gewoon anders. Ja.
Klopt. Daar kunnen we ook nog meer informatie vinden? Ja, zien we daar en er, staan ook, er staat een clip ook op. En die is ook via YouTube te bekijken. Muziek vanuit je hart. Van Bob Gewoon Anders en Rowan. En daar kunnen ook nog, staan ook nog allemaal andere nummers bij. Live optredens staan erbij. En waar we binnenkort allemaal staan. Nou, mochten jullie weer wat nieuws hebben, dan horen we het graag natuurlijk van jullie. Want ja, vanuit dit punt moeten jullie toch gewoon verder kunnen starten. En we leven ook in een tijd waarin heel veel talentenjachten zijn, ja, zo op tv. Klopt. Gaan jullie daar nog aan meedoen? Is er nog een The Voice of Holland-achtige iets? Waar nou, we zitten overal een beetje aan te denken. En, maar dat moet tijd leren. Ja, dat zal tijd leren. Oké, dan gaan we in ieder geval, we hopen jullie dan nog verder op tv te zien. Yes. In ieder geval hebben jullie al hier een uitzending gehad bij, ja, Stads TV Tiel. Bedankt dat we hier mochten zijn. Ja, jullie ook bedankt en heel veel succes. Dankjewel. Het is een muzikale uitzending van Stellage, want ook hier hebben we weer een muzikale gast, namelijk Mike Pietersen van JMT Jens. Van harte welkom. Ja, dankjewel. Ja, een muzikale uitzending, zeg het net al, want jij zit volop in de muziek. Ja. Leg even aan de kijkers uit wie je nou precies bent, want je treedt echt overal op. Ja, ik treed eigenlijk door het hele land op. In principe solo. En wij hebben zeg maar zo'n 2,5 jaar geleden met twee collega's van mij besloten om ook wat samen te gaan doen. Mm-hmm. En omdat wij zelf uit Den Haag komen, zijn we dat daar eerst gaan proberen. Ja. En ja, dat is hartstikke leuk, gaat het eigenlijk. Ja. Ja. Ja, wij vinden het natuurlijk ook hartstikke leuk om ook gewoon mensen uit andere steden, en dan hebben we het hier over de Hofstad, het Haagse. Ja. Hoe vind je het trouwens hier in Tiel, even heel kort? Nou, ik moest net even zoeken met mijn navigatie, die leidde me een beetje om. Dus ik heb behoorlijk wat van Tiel gezien. Ja, ja, ik vind het gezellig. Het ziet er gezellig uit. Oké, okay, ja, is dat, ja, ook hoor. En volgens mij gaat het nog gezelliger worden, want wat zijn nou de plannen? Ik heb iets over een soap gehoord namelijk. Ja, ja, we hadden in regio Haaglanden hadden we een real life soap naar aanleiding van de concert. Mm-hmm. En ja, wat nu leuk is om dat bij jullie ook te gaan proberen. Ja. Diezelfde soap. En dan kijken of we daar gekoppeld hier een optreden kunnen doen. Dat zou heel leuk wezen, voor ons ook. Ja, want dan gaan we jullie volgen naar alle verschillende, ja, optredens? Of, ja. Ja, zo is het vorige keer ook gegaan. We hebben echt vanaf de studio-opnames tot aan thuis. Ik werd vader. Allemaal hele leuke dingen. Wanneer werd je vader? Het was in september vorig jaar. Oké. Okay. En dat is allemaal hartstikke leuk. Hoe is dat nou? Om toch mensen op die manier een kijkje in je leven te gunnen. Kijk, je bent artiest, ja, maar dan ook nog een keertje een camera zo in je persoonlijke leven. Ja, eigenlijk best wel leuk. Want, toch wel? Ja, want het was niet zo dat het echt de camera aanstond totdat ik naar bed ging, mm-hmm, bij wijze van spreken. Maar wel een beetje, het was gewoon wat meer doelgericht ook naar hetgeen wat we gingen doen. Mm-hmm. Hè, wat we de kijkers wilden laten zien, van we gaan een concert organiseren. Nou, hoe doe je dat? Ja, het was voor ons best wel groots aangepakt. Het was de eerste keer was in het Wild Forum Theater. Nou, dan praat je over zo'n 2300 mensen wat erin gaan. Ja, dat is dan een uitdaging. En ja, daarbij zeg ik natuurlijk, is er ook wat persoonlijks gefilmd. Maar over het algemeen was het eigenlijk meer op het concert gericht. Ja. En dat is ook leuk om de mensen te laten zien die bijvoorbeeld dat normaal gesproken niet zien. Is dat toch leuk om dat te laten zien? Ja, zeker weten. Ja.
Zoals je net vertelde, de JMT Gents, want daar gaat dan, ja, daar gaat dan de soap over. Dan gaan we de verschillende karakters eigenlijk binnen de groep gaan we volgen. Ja. Ze zijn er nou niet bij, maar hoe zijn de andere karakters te omschrijven eigenlijk? Ja, lijkt me is een lastige vraag. Ja, want nee, ze zitten er niet bij, maar ik wil toch van je weten. Drie totaal verschillende personen. Ik moet heel eerlijk zeggen, ik ben vrij serieus. Dat zeg je in één keer met een glimlach. Ja. Ik geloof er niks meer van namelijk. Ja, als we hier met z'n drie hadden gezeten, dan was het dak er weer afgegaan. Ja. Want als je dan, de JMT staat voor Shanna, Mike en Tino. Tino is een beetje toch wel de, ja, als ik het in een positieve zin mag zeggen, een beetje de clown van de groep. Shanna zit er een beetje tussenin en ja, ik hou ze eigenlijk een beetje bij elkaar. Je bent eigenlijk de grote broer. Ja, misschien wel, want ik ben ook de oudste. Dus dat, zo zou ik misschien wel kunnen zien. Ja. En ja, het is echt heel leuk om te doen. En zeker omdat Tino doet veel popmuziek. Shanna doet veel Latin muziek. Ik ga een beetje naar de soul kant toe. Ja. Dus het is eigenlijk voor iedereen... Heel breed. Is het alleen Nederlandstalig of is het lekker Engels? Nee, het is over het algemeen het meeste Engelstalig. Mm-hmm. En ja, natuurlijk doen we ook wat Nederlandstalige liedjes tussendoor. Het is eigenlijk voor iedereen... Wat wil ze? Dus van, ja, leuk. Nou, dan heb je ons wel getriggerd om zeker te gaan kijken. Maar aangezien dit ook wel een beetje een muzikale uitzending is, ga ik het ook aan jou vragen. Kan je niet een klein stukje laten horen? Want ja, we zijn toch wel benieuwd naar je zangkunsten nu. Ja, moet ik het alleen, moet het alleen doen natuurlijk. Ja, even kijken, drie regels uit het hart van Mike Peterson. Zal ik dan maar een dingetje doen wat ik solo zou zingen? Ja. Dan neem ik een liedje van Al Green. Let's Stay Together. Dat is toevallig een soul liedje. Ja. I'm so in love with you. Whatever you want to do. It's all right with me. Dan gaat hij nog wel een stukje door. Ja, nou, dat is voor de mensen hier. Dat is ook wel natuurlijk een applausje. Dat is het makkelijkste stukje. Een applausje waar we inderdaad zeker weten. En dat is tegelijkertijd een aankondiging, want let's stay together. Je hoopt dat de kijkers natuurlijk ook bij jou blijven en de luisteraars. Dus we gaan jullie volgen. Ja, hartstikke leuk. We hopen dat het deal natuurlijk ook aanslaat. Ja, dat is natuurlijk de uitdaging, de nieuwe uitdaging. Zeker weten. Nou, mocht er nog wat nieuws zijn, dan hopen we jou en je collega's natuurlijk ook hier weer aan tafel te hebben. En al het succes voor de toekomst. Dankjewel. We gaan het afsluiten. Namelijk, het is zo dat we direct gaan naar de beeldzoeker. Want de beeldzoeker is een foto die ergens in Tiel is genomen. En nu de vraag, ja, waar is die nou genomen? Want ja, jij bent hier ook door Tiel gereden. En je hebt heel veel mooie plekjes gezien, hè? Ja, zeker weten. Zeker weten. Nou. En op uw verzoek laten we nu ook de oplossing zien van vorige week. En dit was Stellage voor deze week. Volgende week meer nieuws en nieuwe gasten. Wil je een nieuwe uitzending, wil je de uitzending opnieuw bekijken? Dan kan dat via stadstvtiel.nl. Daar kun je alles zien van Tiel Actueel tot aan de laatste uitzendingen van Stellage. Volgende week een nieuwe uitzending. Mijn naam is Hendrik Timizela. Tot dan.